Nou, aan de mevrouw de gezichten zien was het al gelijk van nee. Ze zei, meis, het is niet goed. Je hebt een triple negatieve borsttumor. En het ergste scenario was, je hebt een uitzaaiing in je eierstok. En dat betekent dan dat we je niet meer kunnen genezen. Totdat ik op een ochtend gebeld werd door die gynaecoloog. En die zei van, ik kon gisteravond niet slapen. Ik kon gewoon niet slapen. En ik heb alle puzzels bij elkaar gelegd. Maar ik heb een vraag. Is het misschien mogelijk dat je zwanger zou kunnen zijn? Hallo allemaal, welkom terug bij The Room. Vandaag hebben we Fiorella te gast. En het wordt best wel een zwaar onderwerp, want Fiorella die heeft borstkanker en is ook in verwachting. Dus daar gaan wij het over hebben vandaag. En dankjewel Fiorella dat je je verhaal wilt komen delen met ons. Graag gedaan. En misschien kan jij zelf even goed vertellen wat er precies speelt in jouw leven nu en hoe jij erachter bent gekomen dat je borstkanker hebt en ook nog in verwachting bent. Ja. Ja, nou dan moet ik even bij het begin beginnen. Ja. Ik heb eigenlijk al sinds mijn 30ste zo het gevoel gehad dat ik me wel gewoon moet laten checken. Dat kwam omdat mijn oma, die ik nooit gekend heb zelf, aan borstkanker is overleden. En dat was nog voor mijn geboorte. Okay. Dus ik heb altijd wel iets gehad van, nou ja, ze is best op jonge leeftijd ook overleden, in begin 40. Mm-hmm. Dus ik had zoiets altijd van, je gaat niet wachten tot je pas een oproeping van het bevolkingsonderzoek krijgt. Vraag gewoon aan je huisarts of je voor mammografie naar het ziekenhuis mag. Yeah. En dat heb ik gedaan. Wat ik er wel bij moet zeggen is dat je bij de huisarts vaak wel een beetje moet overdrijven. Want ze gaan echt vragen van, zijn er meerdere mensen in je familie die ook borstkanker hebben gehad? Ja. Nou, dat was namelijk, in mijn geval was dat niet zo. Mm-hmm. Echt alleen mijn oma, voor zover ik het wist. Mm-hmm. En mijn moeder, die heeft maar twee zusjes. Mijn moeder zelf leeft niet meer. En die hebben beide hebben het niet gehad. Dus ik moest eigenlijk een beetje jokken, zeg maar. Van dat er nog iemand in de familie was die het had. Want anders werd ik niet doorverwezen, zeg maar. Nee. Dus ik heb ooit gezegd, ja, er is een tante en die heeft het ook gehad. En toen kreeg ik dus een verwijzing voor het ziekenhuis voor een mammografie. Mm-hmm. Op mijn 30ste heb ik die toen laten doen. En toen probeerde ik eigenlijk om de 2 jaar regelmatig dat te laten doen. En eigenlijk de afgelopen 6 jaar is het op een of andere manier is het me een beetje ontgaan. Mm-hmm. En ik heb afgelopen november 2020 had ik iets van, weet je wat... mijn leven stond ook een beetje in het mom van beter voor mezelf gaan zorgen, ja. Beter in mijn vel zitten, gewoon mind, spirit, alles gewoon een beetje in balans te krijgen. Dus ik ben toen met alle klachten die ik had, van de minste een kramp aan mijn teen, dat alles, ben ik naar de huisarts gegaan. Ja. En ik zei, ik wil dat laten checken, waaronder dus ook mijn borsten. En toen bleek dat ik dacht, zoals 6 jaar niet geweest was, dacht ik, dat heb ik even laten ontgaan. Mm-hmm. Ik ben doorverwezen. Voor mij was het eigenlijk gewoon routine. Ik dacht, dan heb ik het weer gehad. Mm-hmm. Helemaal niet verwacht dat er iets uit zou komen. Ja. Ik ging naar het ziekenhuis, heb dat onderzoek gedaan. En eigenlijk bij de mammografie zelf, dan krijg je een echo, mm-hmm, van je borst. En ook in dat apparaat wordt, zeg maar, bij de borsten worden gecheckt. Dat is niet zo prettig, nee, maar het is te doen. Het gaat heel snel. Mm-hmm. Daar hadden ze dus eigenlijk niks gezien. Maar omdat ik in het verleden een borstverkleining heb gehad, mm-hmm, viel ik net binnen een bepaalde doelgroep, zeg maar, die altijd nog iets extra's gecheckt moeten worden. Dus het feit dat mijn oma het had gehad, het feit dat ik een borstverkleining had gehad, maakte dat ik ook nog een MRI-scan mocht krijgen. Okay. En daar kunnen ze, zeg maar, net iets meer zien dan op de foto en op de echo, zeg maar, ja, die ze dan handmatig. En ik zei gelijk van, ja hoor, doe maar. Op zich zo'n MRI-scan krijg je ook een bepaald stofje door je lichaam heen met de infuus. En dan pas moet je onder dat apparaat. Mm-hmm. Dus sommige mensen die weigeren dat. Maar ik had zoiets van, nee, ik wil gewoon alles gehad hebben. Ja. Gelukkig, denk God, dat ik het gedaan heb. Ja. Want toen pas hebben ze de tumor gezien. Daarna, na de uitslag, zeg maar, van de MRI-scan. En mijn tumor die was ook nog maar zo klein. 1,5 centimeter. En toen ik eigenlijk terugkwam voor de uitslag, dacht ik van dat ik goed nieuws zou krijgen, maar dat was dus niet zo. En
Ze zeiden wel van, ja, we weten niet precies of het een goedaardig tumor is, kwaadaardig. Dus we moeten een biopsie bij je doen. Okay. Dat moest ook gelijk ter plekke. Dus ik kon niet even thuis verwerken en weer terugkomen. Jeetje. Nee, gelijk. Ja. Ik wist niet wat er ging gebeuren. En ik was best zenuwachtig. Ik was ook alleen gegaan. Dus ik raad mensen echt niet aan om alleen naar zulke afspraken te gaan. Ik was daar alleen en op een gegeven moment dan krijg je dan een verdoving. En dan gaan ze heel snel een biopsie doen. Maar het is vaak enger dan dat je denkt, omdat je niet weet wat je kan verwachten qua pijn. Nou, die biopsie is gedaan en dan moest ik binnen 2 dagen terugkomen. En toen ik terugkwam na 2 dagen hoopte ik nog steeds dat het wel mee zou vallen. Of niet kwaadaardig zou zijn. En nou, die mevrouw de gezicht te zien was het al gelijk van nee. Zij meis, het is niet goed. Je hebt een triple negatieve borsttumor. Ik kreeg allemaal termen en daarna zag ik haar mond alleen maar bewegen. En ik zat precies zo aan te kijken. Ik kon niet huilen, ik had geen emotie. Het was meer van, zei ze nou dat het niet goed is? Ik had gelukkig een vriendin meegenomen wel die keer. En zij heeft alles goed aangehoord en later ook nog dingen uitgelegd. En op een gegeven moment was ik klaar met praten en moest alleen zuchten. En ik zei, oké. En nu? Ja. En nou, ze legde dus uit, triple negatief, wat dat inhoudt. Dat is dat ik een tumor heb die niet hormoongevoelig is. Waardoor ze dus niet met hormoontherapie kunnen behandelen. Dat het een van de agressiefste vormen van tumoren is. En dus dat ze dat alleen met chemo en operatief en eventueel nog nabestralen met radiotherapie kunnen behandelen. Dus, maar ze gaf wel aan van, je bent er op tijd bij. Het is nog hartstikke klein. We gaan ervan uit dat je nog geen uitzaaiingen hebt. Want dat konden ze ook nog niet met zekerheid zeggen. Want daar moest ik nog eerst weer een andere scan voor laten maken. Okay. Dan gaan ze met statistieken werken. Dan laten ze een berekening zien op de computer. En dan staat er van, vrouwen in jouw leeftijdscategorie met deze vorm van kanker. In dit stadium, zeg maar. Mm-hmm. Die hebben 76% overlevingskans. Dus ik dacht, oké. Nou ja, ik ben er vroeg bij. En ze zegt dat het goed komt. Ja, oké. Kalm blijven, dacht ik. Nou ja, daarna kreeg ik dus weer die tweede scan. Dat was een PET-scan, noemen ze dat. Mm-hmm. En dan krijg je radioactieve stof door je lichaam. En dan kunnen ze je hele lichaam scannen. En dat is om te zien of je actieve cellen, zeg maar, in je lichaam hebt. Want dat wilden ze dus weten of er elders nog kankercellen in mijn lichaam zaten. Mm-hmm. Nou, die PET-scan kreeg ik ook binnen een paar dagen de uitslag van. En ja, toen moest ik weer komen. En toen kreeg ik weer negatieve nieuws. En toen was het van, op de PET-scan zagen we behalve een kleine uitzaaiing in je oksel, zagen we iets bij je eierstok. En we zitten ons hoofd al een paar dagen te breken van, hoe kan dat daar gekomen zijn? Mm-hmm. Normaliter, wanneer je een uitzaaiing hebt ergens in je lichaam, dan zien we op de PET-scan, zie je dan kleine deeltjes lopen naar dat andere deel waar die naartoe gegaan is. Maar bij mij zag je alleen een borsttumor, iets kleins in mijn oksel. En je zag iets bij de op de hoogte van de eierstokken, zeg maar. Ja, dus de artsen die moesten hun hoofd breken over van hoe dat dus kwam. Dat er meerdere plekjes te zien waren op de PET-scan. En nou ja, dat maakte mij onrustig. Ze hadden een aantal scenario's voorgelegd wat het zou kunnen zijn. Dat helpt ook niet echt, want dat maakt je heel onrustig. En, ze beginnen volgens mij altijd met het ergste. En dat gaat ook niet met een inleiding. Het is gewoon bam, dit is het en bam, dat is het. En het ergste scenario was, je hebt een uitzaaiing in je eierstok. En dat betekent dan dat we je niet meer kunnen genezen. Oh man. En ik was echt helemaal van mijn apropos. En ik dacht, hoe dan? Ik ben alleenstaande moeder. Wie gaat er voor mijn kind zorgen? Er ging zoveel door mijn hoofd. Ik was echt helemaal van slag. Nog steeds hield ik me sterk. Ik kon niet huilen. Emoties kwamen gewoon niet naar boven. Je gaat in een soort van overlevingsstand. Ja. Waarin je... Ik ben van mezelf best echt positief mens. En waar ik zeg van, nee, het gaat goed komen. En je zegt steeds maar tegen jezelf, het gaat goed komen. Maar die onzekerheid van binnen, het kriebelt. Tuurlijk, het vreet aan je. En er waren een aantal dagen waar ik zo doorheen moest, waar ze geen antwoorden hadden. Totdat ik op een gegeven moment gebeld werd, want ik had ook aangegeven, ze vroegen dus aan mij van, heb je nog een kinderwens? Ik zei,
Eigenlijk wel. Ik zeg, ik weet dat ik al op een leeftijd ben, want ik ben inmiddels 39. Dat ik zou moeten opschieten als het nog zou willen. Maar het feit dat, als je, dat jullie zeggen dat na chemo dat het helemaal niet meer mogelijk is, dat vind ik ook weer zo definitief. Mm-hmm. En toen zei ze van, nou, als je nog een kind wil, dan zou je je eitjes nu moeten bevriezen. Nou, ik heb gezegd, nou, dat zou ik misschien wel willen. Is dat mogelijk? Ja, eigenlijk hadden ze liever niet, want dat vertraagt weer het proces. En dan, dat duurt ook weer 3 tot 4 weken voordat dat proces met hormonen inspuiten en eitjes, dat duurt net iets te lang. En, nou, uiteindelijk hebben ze me toch doorverwezen naar een gynaecoloog. Dat is een gynaecoloog die ook oncoloog is, zeg maar. Ja. En die gespecialiseerd is in fertiliteit. Daar moest ik voor een gesprek komen en dan kreeg ik een echo. En daar zeiden ze ook van, nou ja, sorry mevrouw, maar we denken niet dat het mogelijk is om je eitjes te laten bevriezen. Want we zien iets op je eierstok wat we niet kunnen plaatsen. Dat zou eierstokkanker kunnen zijn. Dat zou een uitzaaiing kunnen zijn van je borst. Dus, en wij kunnen nu geen biopsie doen, want als wij een biopsie bij je doen en prikken in zo'n eierstok, dan gaan de cellen die daar zijn, als het kankercellen zijn, verspreidt het zich overal naartoe. Jeetje. Ja, dus ze zei dus, we kunnen niet uitsluiten dat het kanker is. Het enige wat we kunnen gaan doen, is dat we je gaan behandelen. Maar we kunnen je eitjes niet invriezen. Wees gewoon blij dat je een gezonde dochter hebt. Je hebt tenminste 1 dochter, krijg je dan steeds te horen. Je hebt tenminste 1. En je moet gewoon beter worden. Dat is onze prioriteit. Ja. Ik denk, ja, lekker makkelijk praten. Ja. Jullie prioriteit. Tuurlijk heb ik een dochter. Ik ben hartstikke gezegend met die ene dochter die ik heb. Maar dat je gewoon in 1 keer al die klappen moet verwerken van, oh, je bent ziek. Oh, kinderen zitten niet meer in. Oh, dat, oh, dat. Oh, misschien word je helemaal niet meer beter. Nou, dat was gewoon zoveel in een periode van 2 weken tijd. Ja. Dat ik nu nog steeds denk van, hoe heb ik dat eigenlijk gedaan? Ja. Maar ja, je moet. Je gaat door. Totdat ik op een ochtend gebeld werd door die gynaecoloog. En die zei van, ik kon gisteravond niet slapen. Ik kon gewoon niet slapen. En ik heb alle puzzels bij elkaar gelegd. Maar ik heb een vraag. Is het misschien mogelijk dat je zwanger zou kunnen zijn? Ik zei, nou, technisch gezien wel, zei ik zo. Ja. En toen zei hij, ja, want het was de enige verklaring wat ik nog over heb. Wat het misschien zou zijn, dat wat we hebben gezien op de PET-scan, is dat misschien... Dat je misschien in de verwachting bent. Ik zei, oh. Wow. Oh. Dat is een verrassing. Dus ik hing op en ik zat te denken. En ik denk, maar wacht even, ik heb zo pijn aan mijn borsten. En ik ben over tijd en ik ben nooit over tijd. Ik ben echt heel stipt. En ik denk, zou dat zo zijn? En nou ja, er gingen zoveel vragen. Maar het mee moet verwerken. En ja. Sta je daar niet bij stil? Nee, sta er niet bij stil. Te druk met bezig. Ik had wel door dat ik over tijd was. Ja. Maar ze gaven ook aan dat ik onder immense stress stond en dat de reden wel zou zijn waarom ik niet ongesteld werd. Mm-hmm. Nou, ik ging er eigenlijk naartoe, naar die gynaecoloog, niet met het idee dat het wel zo zou zijn. Nee, het zal wel niet zo zijn. Het is waarschijnlijk gewoon echt de stress. Yeah. En nou ja, laat het maar gehad hebben en dan kunnen ze weer naar de volgende stap, dacht ik. Dus ik ging daar naartoe. En heb toen een echo laten maken. En ze konden niks zien. Niks vinden, niks zien. Hij zegt, ja, ik snap het gewoon niet. Hij zegt, het heeft ook geen zin nu om een zwangerschapstest te doen. Want dat wijst ook niet uit. Ik ga toch je bloed even laten onderzoeken. Mm. Nou, toen moest ik voor een bloedonderzoek gaan. En daar moesten ze dan kijken of ze HCG-hormoon zouden vinden in mijn bloed. Ja. Want dat zou dan kunnen aanwijzen dat ik zwanger zou zijn of niet. En toen kreeg ik dus de test. En toen belde hij me. Toen zei hij van, ja hoor. Er is een hele hoge dosering HCG in je bloed gevonden. Dus we denken dat het eventueel een zwangerschap zou kunnen zijn. Ik zeg eventueel, ben ik nou zwanger, ben ik nou niet zwanger? Ja, is het ja, we mogen het nog niet 100% bevestigen. Want het zou ook nog wat anders kunnen zijn. Dus we willen je nog een keer zien voor een echo. Oh, wat voor warmte. En ik werd nog goed van die echo's. Ja. En het is ook niet altijd uitwendig, dan is het weer inwendig. Het is gewoon niet prettig. Ja. Nou, ik dacht, ik ga maar weer. Moest weer een echo. En uiteindelijk met een of ander apparaat die dan zo goed was, konden ze wel iets zien. Toen zagen ze een vruchtzakje en toen konden ze echt bevestigen van, mevrouw, je bent in de verwachting. En toen zei ik,
Wat een rollercoaster. Zo, maar dat had ik echt niet verwacht. Yeah. Nee, dat was echt een rollercoaster. En het waren zoveel emoties tegelijkertijd die door je heen gaan. Want op dat moment, je hoort, je bent zwanger. En je bent eigenlijk nog niet eens bezig met van, oh, ik krijg toch een kind. Of het is me toch nog gegund. Nee, ik ga niet dood. Dat was het eerste wat ik dacht. Yeah. Ik ga niet dood. Ik kan toch nog genezen worden. Yeah. En daarna gaat het kwartje vallen en denk je, hè? Ja, kind. En toen was het echt. En zij waren nog best sceptisch in het begin. Want ik heb natuurlijk een scan gehad en nog een scan. Terwijl ik zwanger was, wat eigenlijk ook niet mag. Ja. Bepaalde stoffen binnengekregen. Dus zeiden van, nou, ik neem aan dat u het wilt houden. Nou, natuurlijk wil ik het houden. Ik heb vorige week te horen gekregen dat ik geen kinderen meer kan krijgen. Dus niemand hier gaat praten over iets weg laten halen. Dus... Ja. Nou, toen was het van, ja, dat betekent wel dat we je behandeling moeten gaan aanpassen. Nou, zij zaten allemaal met hun handen in het haar en van, oh, hoe gaan we dit doen? En ze hadden dat nog nooit meegemaakt. Oh, echt? Nee. Wow. En toen, ik had gelukkig daarvoor, had ik ook voor een second opinion gevraagd. Want het was mij geadviseerd, vraag altijd een second opinion. Ja. Hoe meer ogen naar je situatie kijken, hoe beter. Mm. Het is niet dat je twijfelt aan de deskundigheid van je arts. Maar het is gewoon, als er twee naar kijken, tuurlijk, is ook je recht, toch? Ja. Dus dat had ik gedaan. En het ziekenhuis waar ik de second opinion had aangevraagd, die was toevallig, waren zij wel gespecialiseerd in vrouwen met kanker die ook zwanger zijn. Okay. Dus toen kwam ik bij een specialist terecht. En die had het al veel vaker allemaal meegemaakt. Dus dat voelde ook gewoon vertrouwd. Ja. En daar heeft ze me alles uitgelegd over chemotherapie en behandeling tijdens je zwangerschap. En wanneer het veilig is. En dat betekende in mijn geval dat ik even moest wachten met mijn behandeling. Uit veiligheid voor de baby. Ja. Omdat het kindje zeg maar nog in ontwikkelfase in de eerste 3 maanden nog zoveel ontwikkelingen doorgaat dat het nog te gevaarlijk is om in die periode chemo te krijgen. Mm-hmm. En ik moest dus wachten tot na 12 weken zwangerschap. En dan pas mocht ik beginnen met de chemokuur. Dus ik heb eigenlijk een beslissing moeten nemen om mijn eigen leven een beetje te riskeren. Want het was al uitgezaaid naar mijn oksel. Mm-hmm. Het kan ook altijd verder uitzaaien. Ja. Maar ja, als moeder, ik ben al moeder en ik heb een prachtige dochter waar ik heel blij mee ben. Heb ik zoiets van, ik zou mezelf niet kunnen vergeven als ik nu uit angst ga starten met behandelen. En dan achteraf mijn kindje geboren wordt en iets heeft. Ja. Ik heb zoiets van, dan maar, ik vertrouw op God. Ik had zoiets van, de artsen kunnen zoveel zeggen met hun statistieken en oh, maar dit. En ze keken me ook echt aan van, die is niet goed wijs dat ze gaat wachten. Maar ik had zoiets van, nee, ik ga gewoon wachten. Ik wacht gewoon tot 12 weken. En dan pas gaan we starten. Ja, dus zij wilden echt gewoon bij direct gewoon starten. Ze wilden beginnen. Ze hebben me geprobeerd over te halen om met 10 weken zwangerschap te beginnen. Want ik kwam erachter toen ik... Hoeveel weken was ik? Dat was nog best wel vroeg. Ja. Toen ik erachter kwam. Maar ze probeerden me echt over te halen om eerder te starten. En zelfs in mijn omgeving, de mensen om me heen, die waren heel verdrietig. Die hadden zoiets van, waar is ze mee bezig? Mm-hmm. De artsen zeggen dat het gevaarlijk is en ze gaan toch, ze wacht toch. Ja. Maar ik had zoiets van, nee, ik krijg dat gewoon niet over mijn moederhart om toch te beginnen. Mm. En ik heb het enige wat ik heb gedaan die week is bidden. Bidden is het enige wat je kan. Ja. Weet je, dokters zijn geen God. En weet je, ze zijn gespecialiseerd ergens in. Maar ik heb zoiets van, het is ook niet zomaar dat ik uitgerekend nu tijdens mijn ziekte zwanger raak. Na 13 jaar, zeg maar. Ja. Ja, na mijn dochter is bijna 13, dus na 13 jaar. Ja. En... nou, dat moet gewoon. Het moest gewoon zo zijn. Ja. En ik had zoiets van, dan ga ik dat ook allemaal niet in gevaar brengen. Mm-hmm. Dan heb ik gewoon ik vertrouwen. Snap dat wel. Ja. Ik vind het wel heel knap van je, hoor. Ja. Dat je echt zo... Ja, weet je, als je er doorheen gaat, je doet gewoon wat je moet doen. Mm-hmm. Ja. En je staat er niet bij stil. Ook nog steeds nu, als ik er soms over praat, dan lijkt het of het een verhaal van iemand anders is. Ja. Niet mijn eigen verhaal. Mm-hmm. Want het gaat zo, als een film ga je er doorheen. Je leeft van dag tot dag. En je wordt in het diepe gegooid. En je kan zoveel verhalen lezen op internet van andere mensen. Maar ieders verhaal is anders. Precies. Ieders beleving is anders. Ja. En je moet er gewoon doorheen. Ja. Dat is het enige. En jij moet een beslissing maken uiteindelijk. Ja. Wow. Dus, zo, wat een verhaal. Ja, echt, even, ik moet even erbij komen. Verwerken allemaal. Want het is echt veel. Ja. En...
Dus nu heb je je eerste chemo gehad, want hoe was dat dan? Ze hebben dan het plan hebben ze helemaal moeten aanpassen. Ja, ze hebben plan dus het plan. Ik wist helemaal niet dat je dus een chemo kon krijgen tijdens je zwangerschap. Want ik dacht altijd dat het dan gevaarlijk zou zijn voor je kind. De baby. Maar... Nou, het ziekenhuis die doet al jarenlang onderzoek. Okay. Ze hebben echt zeg, een onderzoeksgroep van 2000 vrouwen of zo in Nederland. Mm-hmm. Die dit hebben meegemaakt. Mm-hmm. En uit die cijfers is gebleken dat als je start met chemo na 12 weken, dat de kindjes die geboren zijn er eigenlijk helemaal niks aan overhouden. Mm, en dat komt omdat de kinderen op de een of andere manier in de baarmoeder beschermd zijn. Ja. En de chemo zit in mijn bloed, zeg maar, mm-hmm. waardoor het niet bij de baby terechtkomt. Mm. En het enige wat het eventueel wel zou kunnen veroorzaken, is dat ik eerder beval. Of dat de baby iets lichter is bij de geboorte. Maar dat qua gewicht, zeg maar. Mm-hmm. Maar vaak wordt dat heel snel alweer, de maanden daarna wordt dat weer hersteld, zeg maar. Dus dan komen ze weer... En dat risico heb je ook als je niet ziek zou zijn. Ja, precies. Ik was namelijk heel erg bang voor als er iets cognitiefs niet goed zou zijn. Ja. Of ik zei van... En dat zou wel het gevaar zijn als ik eerder was gestart. Mm-hmm. Vooral ze wilden bij week 10 al beginnen. Maar dan is bijvoorbeeld het zenuwstelsel nog niet af. Er zijn een aantal dingen die nog niet volgroeid zijn bij de baby. Mm. En daarom wilde ik dat risico dus ook echt niet nemen. Mm-hmm, yeah. En ik heb gewoon gezegd, we gaan gewoon wachten. Yeah. Want, ja. Petje af hoor. Ja. En dan even terug naar het moment dat je te horen krijgt dat je dan kanker hebt. Ja. Want je was alleen toch? Nee, die dag was ik met een vriendin. Oké. Okay. Toen ik de uitslag kreeg. Maar dan moet je dus naar huis. En dan moet je het je dochter in dit geval gaan vertellen. Ja. Hoe is dat gegaan? Wow. Oeh, dat ging... mijn dochter en ik praten sowieso best veel. Ja. Maar dat was wel... dat was de enige reden waarom ik moest huilen. Ja. Ik was in de auto en belde mijn vader. En ik zei, pap, het is niet goed. En ik hoorde aan zijn stem ook, hoezo niet goed dan? Ik zeg, ja, het is toch borstkanker en het is kwaadaardig. Dus hij was ook heel erg stil. Ik zei, en toen begon ik te huilen, hoe moet ik het aan mijn dochter vertellen? En hoe dit en hoe dat? En hij zei, kalm, rustig. Waar ben je? Ik kom nu naar je toe. Nou ja, toen ik thuis kwam, was er al een hele peloton aan mensen. Ze waren ineens bij mij in de woonkamer. Ja. Mijn vader, vriendin en nog een vriendin. En ik had eigenlijk al zoiets van, oh, heeft ze het niet door dat er iets aan de hand is? Want ik had wel verteld dat ik naar het ziekenhuis ging. Ja. En dat ik uitslag zou krijgen ergens van. En... ja, ze zat op de stoel en ze keek een beetje zo om zich heen. En ze dacht al van, hè, deze tand komt niet zo vaak en die is niet... Is ze volgens... Ik had wel het idee dat ze iets door had. Ja. En op een gegeven moment zag mijn vader aan mij dat ik het niet aankon om het zelf te zeggen. Dus volgens mij, als ik het me goed kan herinneren, toen ging hij naar de toe en hij gaf haar een knuffel. En toen keek ze me gelijk aan van... Is er iets dat je me moet vertellen, mam? Ja. En toen, toen hebben we het eigenlijk gezamenlijk verteld van... Nou, het was niet zo goed. Maar de doktoren hebben wel gezegd dat mama gewoon weer beter wordt. Okay. Ze moest natuurlijk hartstikke huilen. Want, ze heeft eigenlijk vanaf kleins af al een soort angst gehad dat er iets met mij zou gebeuren. Mm-hmm. Omdat mijn moeder heeft ze nooit gekend. Mijn moeder overleden toen ik 19 was. Mm-hmm. Mijn oma die overleden voordat ik geboren was. Ja. Dus zij zag een bepaald patroon. Mm-hmm. Mam, jij gaat toch ook niet dood heel vroeg? Nee, natuurlijk ga ik niet dood vroeg. En dan hoor je ineens dat je moeder zo'n ernstige ziekte hebt. Mm-hmm. Dus ik zag aan haar ogen die angst. Ja. Weet je, maar dan probeer haar te verzekeren van alles komt goed. Mm-hmm. Terwijl in je eigen achterhoofd weet je eigenlijk ook niet 100% zeker of alles wel goed komt. Maar dat doe je tegelijkertijd, die moeder mogen en beschermen. Ja. Zo, ik wil het echt... Maar je bent sterk hoor. Oh ja, ik kan niet anders dan sterk zijn soms. Het is, maar ook gewoon dat je hier komt en dat je je verhaal wil delen. Want er zijn wel meerdere vrouwen zoals jij die dit moeten meemaken. En die ook niet weten waar ze terecht moeten of hoe. En dan ze dan jouw verhaal horen. En dan denk ik van, oh, misschien een second opinion. Of ook een klein beetje hoop. En weet je, toch durven. Het lijkt me zo moeilijk dat je gewoon niet durft te hopen. Van het komt goed. Precies. Ja. Ja, in deze periode is waar je al vast kan houden, is echt hoe je in het leven staat. Vooral positief in het leven staan. Ik ben echt een levensgenieter. Ja. Ik ben nog lang niet klaar om dood te gaan. Nee. Nog lang niet.
En ik wil mijn kinderen zien opgroeien en wat zien worden in de wereld. Ja. En ik ga daar ook gewoon echt keihard voor vechten. En ja, ik hou vast aan de dingen waar je in gelooft. Dat zou ik zeggen tegen iemand anders die in mijn schoenen stond. Ja. Het is niet makkelijk, het wordt niet makkelijk. Maar je kan het gewoon. Ja. En dat zeg ik ook steeds als ik in de spiegel kijk. Zeg ik dat ook steeds tegen mezelf. Het gaat nog moeilijker worden elke dag. Maar je komt hier doorheen. Er is een reden waarom je hier doorheen moet. Ja. Ik ervaar het zelf als een soort van transformatie in mijn leven. Mm-hmm. Ik denk dat dit nodig was, want ik heb ook een hele tijd niet goed voor mezelf gezorgd. Mm. En voordat ik eigenlijk hoorde dat ik ziek was, zat ik 6 maanden in een burn-out thuis. En daarna was ik net weer begonnen met werken en toen kreeg ik dit te horen. Cool. Dus ik... dat was ook weer een soort van bevestiging van je hebt jarenlang niet goed voor jezelf gezorgd. Ik ben alleenstaande moeder, ik heb mijn dochter vanaf geboorte alleen opgevoed. Ja. Je werkt keihard, je wilt alles geven aan je kinderen. Je cijfert jezelf constant weg. Ja. Niet op tijd slapen, niet goed eten. Mm-hmm. Uiteindelijk krijg je de rekening wel. Kijk, ik weet in mijn geval niet of dit iets genetisch is of dat het is gekomen door een bepaalde slechte levensstijl die ik heb gehad. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat heel veel dingen beter konden in mijn leven. Dat ik veel beter voor mezelf had kunnen zorgen. Ja. En als ik die tweede kans krijg, ga ik dat ook zeer zeker doen. Mooi. En die krijg je. Ja. Zeker. Ga ik dat zeer zeker doen. Ja. Ja. Dus, Okay, ik wil niet het negatieve wolk niet gaan spelen of zo. Maar ik ben wel echt een realist, zeg maar. Ja. Ik vind het mooi, hè. Hou het vast ook, zeker. Ja. Maar stel je voor dat het, zeg maar, okay, gebeurt zeg maar anders dan dat je eigenlijk verwacht. Ja. Heb je alles zeg maar, hoe heb je verder gedacht van wat er gaat gebeuren met je kindjes? Ja, daar ben ik elke dag wel mee bezig hoor. Ja. Ja, ik ben wat dat betreft ook wel een realist hoor. Maar ik heb gelukkig echt een. Ik vind het echt kut om te vragen, nee, zeg je eerlijk hoor. Want nee, maar dat is gewoon heel realistisch. Nee, ik heb echt een netwerk om me heen waar je u tegen kan zeggen. Echt, ik ben heel blij met de mensen om me heen. Ja. Mijn familie en mijn vrienden die me echt heel goed bijstaan. Ja. Ik heb eigenlijk altijd al wel met ze over gehad. Mocht er wat met me gebeuren, waar gaat mijn dochter dan wonen? Mm-hmm. Nou ja, nu komt er nog een baby aan, dus die gaat automatisch mee. Mm-hmm. Ja. En ik weet zeker dat ze wel goed terecht zouden komen. Kijk, het liefst wil je als moeder wil je het altijd zelf doen. Tuurlijk. De moederliefde, ik heb het zelf ervaren. Mijn moeder is op mijn 19e overleden. De liefde van een moeder die is zo onvervangbaar. Ja. Zo onvervangbaar. Tot de dag van vandaag heb ik dat nog steeds. Mm-hmm. Als ik naar de chemo ga, neem ik mijn moeder de deken mee. Die leg ik om me heen. Voel ik toch dat ze nog een beetje bij me is. Ja. Ik wil dat mijn kinderen niet aandoen. Ja. En ik hoop ook dat God dat ook zo doet. Ja, dat maakt je waarschijnlijk ook nog meer strijdbaar. Ja. Ja, zeker. Dat maakt me. En het feit, ik denk ook dat ik niet zomaar zwanger ben. Ik denk dat dat mij de kracht moet geven om. En sowieso voor mijn dochter. Ja, ik geloof daar ook in hoor. Ja. Sowieso voor mijn dochter die ik al heb te vechten, maar nog meer. Ja. Weet je, ook gewoon met goed eten bijvoorbeeld. Mm. Als je zwanger bent, moet je gewoon extra goed eten. Ja. Ik ben sowieso iemand, mijn regelmaat is niet okay, weet je, als het om eten gaat. Ja. Maar nu moet ik mezelf dwingen. Ik moet mezelf gewoon dwingen, want ik ben niet alleen. Mm-hmm. Dus ik geloof daar ook in dat het echt een reden heeft. Mm-hmm. Ja. En want je hebt nu je eerste chemo gehad. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Dat was echt iets waar ik tegenop zag. Ja. Dat was echt iets waar ik tegenop zag. Uiteindelijk viel het reuze mee. Okay. Omdat je niet weet wat je kan verwachten. Nee. Er zit heel veel spanning. En ik ben naar het ziekenhuis gegaan. En dan krijg je een soort dagopname. Mm-hmm. En dan je hebt verschillende vormen van chemo die je krijgt. Mm-hmm. En mijn vorm van chemo ging door middel van een infuus. Mm-hmm. Het gaat eigenlijk best snel. Ik was binnen een uur weer buiten. Maar je krijgt een infuus in je hand. Ik kreeg 2 middelen. Waarvan het eerste middel die ik kreeg, die schijnt het heftigst te zijn. Tijdens het inbrengen, zeg maar, of tenminste tijdens dat het door mijn aderen gaat, moet ik een ijsje in mijn mond houden. Dat is om je slijmvliezen in je mond te verkoelen, zodat je niet allemaal wondjes krijgt. Dus dan kan je nagaan hoe heftig dat middel is. Het is een soort, je zit aan een infuus, een rood spul zie je dan hangen. Dat gaat dan door je aderen heen. Op een gegeven moment begon het te branden. Toen heb ik iets gekregen om het een beetje te verzachten. Een lekkere warme compress op mijn arm.
En toen was het gewoon te doen. En het tweede spul ging er zo doorheen, ook binnen 20 minuten. En ik, op zich voelde ik me daarna prima. Ik zei, vriendinnen van mij zei, zullen we gelijk naar huis, wil je lekker bed in? Ik zeg, ik wil helemaal niet bed in. Ik zei, in Amsterdam, kom, we gaan broodjes halen, kom, we gaan daar. En ze keken me echt aan van, nou, dit gaat het wel helemaal goed met haar. Ze hebben ook heel vaak het idee dat ik doe alsof. Maar als ik me echt niet lekker voel, dan geef ik het wel aan. Ja. De eerste paar dagen ging het gewoon hartstikke goed. Ik heb eigenlijk pas in de tweede week na mijn eerste echo een beetje last gehad dat ik hartkloppingen kreeg. Mm-hmm. En dat ik begon te merken aan mezelf, hé, volgens mij gaat mijn weerstand achteruit. Ja. Ik zag het in mijn ogen, heel bleek. En in mijn mondwondjes, mondhoeken begonnen te scheuren. De tong had zwarte stipjes erop. En toen dacht ik van, dit krijg ik normaal ook als je een heftige griep krijgt. En je weerstand gewoon heel laag is. En ik merkte mijn haar begon heel broos te voelen. Toen dacht ik van, oké, dus dit middel doet toch dus echt wat ze zeggen. Ja. Dat het doet. Dus, en dit is nog maar het begin. En je moet 16 keer. 16 dus, keer? Ja, 16 keer. Ja. 16 keer. Ik moet 16 keer. Ze willen de chemo, willen ze vooral afronden tijdens mijn zwangerschap. Omdat als je chemo hebt gehad, mag je geen kleine kinderen vasthouden. En omdat dat uit je poriën komt, in je huidschil verzit. De eerste 10 dagen. De eerste 10 dagen. Dat zou gewoon onmogelijk zijn met een kleine baby. Ja. Borstvoeding kan ik waarschijnlijk sowieso niet gaan geven. Dus ze willen zo graag, veel mogelijk alles nu afkrijgen tijdens mijn zwangerschap. En zodat ik daarna alleen nog geopereerd hoef te worden en eventueel radiotherapie nog. Dus vandaar dat ze pompen. Ze zijn nu rustig begonnen met om de 2 weken. En daarna krijg ik gewoon 12 keer elke week. En dan is het 2 weken rust en dan bevallen. Dat is het plan. Na het bevallen even 2 weken van je baby genieten en dan nog geopereerd worden. En dat is ook nog maar de vraag. Want ik heb een genetisch onderzoek laten doen. Of de vorm die ik heb, of dat aangelegd is. Dus dat ik het heb gekregen omdat het in mijn familie, in onze genen zit. Of dat ik dit gewoon pech heb gehad. Ja. Zeg maar. Ja. Mocht het zijn dat het genetisch is, betekent dat voor mijn kinderen en ook voor mijn nichtjes en mijn zusje, dat zij ook 50% kans hebben om het te krijgen. 50% toch? 50%. Wow. Ja. En daar schrok ik ook heel erg van. Ik dacht, nou, ik hoop echt dat het niet zo is. Ja. Want als het wel zo is, dan gaan ze me ook adviseren om beide borsten te amputeren. Dus dat is, je weet dat er nog veel meer te komen staat. Maar je gaat stapje voor stapje hou je bezig. Want ik kijk in de spiegel en dan denk ik, oh ja, ik heb nu nog 2 borsten. Maar misschien heb ik die straks niet meer. Maar ik stel ook grapjes over de hele tijd. Ja. Nou, ik zet ze vandaag maar een beetje buiten, want ik heb ze nu nog. Maar ja, dat is wel een keuze waarvoor ik straks sta. Komt te staan, ja. Van, maar ja. Aan de andere kant denk ik ook weer, ja, mocht het zo zijn, ik wil niet door het leven gaan dat ik 80% de kans heb dat het aan de andere kant weer terugkomt. Juist, ja. Dus dan heb ik zoiets van, dan maar eraf. Dan, maar eraf. Dan zien we daarna wel hoe ik me voel, maar dan maar. Ja. Ik wil gewoon die kankercellen uit mijn lichaam hebben, en zodat ik weer volledig kan groeien en bloeien in het leven en voor mijn kinderen kan zorgen en voor mezelf. Dus Jeetje. Je vertelt het gewoon even zo, maar het is echt heel veel. Het is echt. Het is heel veel. Kun je nagaan hoe dat voor jou is als het bij ons al zo binnenkomt? Ja. Hoe het voor jou moet zijn en voor je dochter en, en de familie en de vrienden om je heen. Ja. Maar ik ben wel heel blij dat je een goede achterban hebt. Ja, ik ook. Waar je bij terecht kan. Ja. Want er zijn natuurlijk ook mensen die het misschien helemaal niet hebben. Klopt. En spreek je ook mensen die hetzelfde meemaken als jij? Nee, nog niet. Ik had mezelf eerst een beetje verboden om te veel te gaan lezen op internet en zo. Omdat Snap ik. Ja, je kan er goed aan doen, maar je kan er ook juist onrustig van worden. Ja. Ik heb nu toevallig gisteren was het. Ben ik op een site gekomen van een blog van een vrouw die ook alleenstaande moeder was, net als ik. Maar dan met 3 dochters. Die 2 jaar lang behandeld is. Het was heel heftig. Maar haar manier van schrijven en vertellen over haar eigen situatie raakte me zo. En heeft mijn ogen ook zo geopend. Ze gaf ook aan dat eigenlijk je echte strijd pas begint nadat je klaar bent met behandelen. Omdat iedereen in je omgeving die er niks mee heeft of nooit gehad heeft, denkt van oké, je leeft nog. Maar jij moet het gaan verwerken allemaal. Je moet het gaan verwerken, want je zit daarvoor in overlevingsstand. Ja.
En dan moet je ook nog je nieuwe lichaam gaan accepteren. En dan heb ik het niet alleen over dat je geen borsten misschien meer hebt. Maar je moet gewoon een stap terug doen met alles. Want je zal misschien bepaalde grenzen niet meer. Wat je normaal aankomt, kan je misschien niet meer. Omdat je lichaam zo veranderd is. Mm-hmm. Sommige mensen krijgen door chemo of andere behandelingen krijgen ze... Ook dat ze cognitief dat ze een beetje een achterstand krijgen. Of tenminste dat het iets minder is. Er kan zoveel gebeuren. Want de chemo heeft invloed op bij iedereen heel anders. Mm-hmm. Dus je hoopt maar dat je zo goed mogelijk eruit komt. Ja. Want chemo maakt gewoon eigenlijk alles wat in je lichaam is kapot. Ja, het is bijna nog heftiger dan... Ja. En het ligt maar eraan hoe sterk je eigen lichaam is. En zich weer opnieuw opbouwt. Mm-hmm. Hoe sterk je daaruit komt. Dus ik heb gelukkig wel heel veel positieve dingen gezien, ook op Instagram en dat soort dingen. Dat was nog zelfs voordat ik wist dat ik het zelf had. Mm-hmm. Wat me altijd heel erg fascineerde van bepaalde vrouwen, zien dat ze allemaal aan het sporten en klaar waren, weet je, met gym en alles. Dacht ik, wauw, weet je. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat ik straks ook maar zo'n vrouw moet gaan worden. Ja, oh, maar dat zie ik jou wel doen hoor. Ja, hoor. Helemaal healthy life en ja. Ja, dit is gewoon sowieso ook een boodschap naar iedereen die hiernaar luistert. Ja. Weet je, leef je leven gewoon zo gezond mogelijk. Ja. En ik wilde nog wat vragen, maar ik ben het even kwijt. Ja. Heb je bepaalde dingen dat je denkt van, oké, dit ga ik doen. Ja, je wilt sowieso gezonder leven, maar zijn er ook nog andere dingen dat je denkt van, hey, dat wil ik eigenlijk ook nog doen. Of dat wilde ik eigenlijk ook nog wel doen. Nou ja, sowieso. Ik had soms wel eens de neiging om dingen uit te stellen. Mm-hmm. Ik ben sowieso echt een levensgenieter. En ben overal in voor als je me belt. En ik sta zo klaar en we gaan weg. Good to know. We gaan zo weg. En niks is me te veel. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Mm. Dus wat dat betreft, in mijn omgeving zijn ze altijd van, jij leeft echt, hè. En dat is eigenlijk ook wel een beetje gekomen nadat mijn moeder zo plotseling uit mijn leven is gerukt. Toen ik zo jong was. Waar je het ook niet zag aankomen. Het is gewoon ineens, van een op ander moment kan je leven gewoon heel anders zijn. En dat heeft me wel altijd, daaruit heb ik meegenomen van, het leven is niet gegarandeerd. Nee. Het hangt niet uit hoe jong je bent. Morgen is niet gegarandeerd. Nee. Ja. Hoe gezond je bent, ook al sport je elke dag. Ja. Je weet niet hoe je leven loopt. Dus neem niks voor granted en geniet gewoon van elk moment. En daarom als ik soms tegen mijn vriendinnen zeg van, ik ben eigenlijk niet bang om dood te gaan. Ik ben alleen maar bang om de mensen achter te laten waar ik hou. Ja, snap. Dat is het enige waar ik bang voor ben. Ja. Voor de dood ben ik niet bang. Ja. Maar om de mensen... Ik denk dat ik nog heel veel leuke dingen wil doen. Want ik hou gewoon van het leven. Ja. Dus En ook weer ook iets om goed over na te denken... is dat je altijd je gevoel moet volgen. Ja. Ja. Juist in dit soort dingen. Hè? Ja. Want als jij niet... Precies. Had gejokt of niet even had doorgepoest, had je het ook niet geweten. Dan was je misschien te laat. Te laat. Ja. En nu was je er op tijd bij, vroeg bij. Het grappigste wat ik dan hoorde is, op een gegeven moment vroeg ik ook aan de artsen, maar hoe lang zit deze tumor er al dan? Als het nu 1,5 centimeter is, hoe lang zit het er dan? Ja. Toen zeiden ze, nou, het is een agressieve tumor en die zit er sowieso niet langer als 6 maanden. Dit groeit pas 6 maanden. Zo. En toen dacht ik, maar... Dit is precies in de 6 maanden gebeurd eigenlijk, dat ik thuis zat met een burn-out. En dat was eigenlijk een periode voor mij waarin ik probeerde een bepaalde rust te zoeken en mijn leven op een andere rit te krijgen. Ja. Maar dat was dus niet voldoende. Dus eigenlijk alles van de jaren daarvoor, waar ik mezelf tekort heb gedaan, is op een of andere manier, zo zie ik het dan, hè, is op een of andere manier zich gaan manifesteren in mijn lichaam. Mm-hmm. En toen kreeg ik de diagnose borstkanker. Ik heb helemaal kippenvel. Ja. Nou jongens... Ja. Ja hoor, dit zit je wel weer even aan het denken. Hè? We hebben beide benen op de grond gewoon. Ja. Maar ik geloof ook wel hoor, met stress en zo, met al die dingen, wat het met je lichaam doet. Hè? Ja. En wat denk ik ook belangrijk is om te weten, want je vertelde net dat het vaker voorkomt bij mensen die een borstverkleining hebben gedaan. Ze zeiden niet per se dat het vaker voorkomt, maar ze hebben zeg maar een soort profiel gemaakt voor mensen die zeg maar risico zouden lopen om het eventueel te krijgen. En in mijn geval was de combinatie van dat iemand in mijn familie in directe lijn het heeft gehad. En dat ik een borstverkleining had gehad. Dat maakte dat ik nu in aanmerking kwam om ook nog een MRI-scan. Want wat me ook wel is opgevallen in het medische wereldje nu. En dat is misschien heel hard.
Maar het draait wel allemaal om geld. Oh, ja. Het draait echt om geld. Want zo'n MRI-scan is niet goedkoop. Toevallig heb ik het opgezocht op internet. Mm-hmm. En het kost wel wat. Dus ja. Als jij niet aandringt, dan krijg je die ook gewoon niet. Ja. En ik had dan toevallig een borstverkleining gehad. Want anders had ik hem misschien ook niet gehad. Ja. Ik heb volmondig ja gezegd. Ja, laat maar doen. Maar er zijn ook mensen die daar geen zin in hebben en die nee zeggen. Dus ik zou... Die allang al blij zijn eigenlijk met de uitslag die ze hebben gekregen van... Oké, we hebben niks kunnen zien. Klopt. En... Jeez. Ja. Nee, ik had zoiets van, nee, doe maar. Dan heb ik het zekere voor het onzekere. Ja. Maar een paar jaar geleden heb ik nooit wat gehoord over MRI-scannen. Want toen had ik die borstverkleining ook al gehad. Ja. En toen was het gewoon echo en dat apparaat. En daarna was het klaar. En dit is dan toevallig, omdat er nu een nieuwe onderzoeksgroep was. Ja. Zo. Ja, heb ik geluk gehad, zeg maar. Nee, wauw. Ja. Heb ik geluk gehad. Dat het zo snel, dat het eigenlijk maar 6 maanden in mijn lichaam zat. Mm-hmm. En dat ik het op een of andere manier toch aanvoelde. Ja. Ja. Echt, dat je dan, je bent 6 jaar niet geweest. En dan nu toch dat je denkt van, oké, ik ga. Ja. En dan krijg je slecht nieuws te horen. Echt super slecht nieuws. Ja. En op een gegeven moment toch ook wel weer goed nieuws. Ja. En dan, ja, dat is echt veel. Ja. Veel om te verwerken. Ja. Nee, dat klopt. Ja. Wauw. Wow. Ik moet het zelf nog ook even verwerken. Ja. Dus echt eventjes, het komt echt binnen. Ik denk ook zelf, want ik heb ook een oproep gehad voor baarmoederhals. En dat ben ik ook aan het uitstellen. Ja, ik heb hem ook weer gekregen. Ik doe dat wel elk half jaar. Ja. En ik zie het papiertje nu ook weer liggen. Vanmorgen denk ik, ik moet bellen. Ja. En... ja, je denkt ook niet dat op je bepaalde leeftijd, dus vaak zeggen ze onder de 50, dan denk je vaak niet dat het je overkomt. Ik ben ook 39 en ik denk van, ja, mensen van 39 krijgen toch geen borstkanker. Ja. Anders zouden ze me toch ook oproepen. Maar er zijn mensen die nog jonger zijn zelfs die het te krijgen. Mm-hmm. En dat is dan genetisch vaak. Je moet en wat het ook hebben. Vaak is dat je denkt van, ja, mij overkomt het niet. Nee. Dat je dat denkt, dat je denkt van, oh, het komt wel goed, het komt wel goed. Maar dat is juist echt slecht. Je moet gewoon, liever weet je het en kan je er nog wat aan doen dan dat je gewoon te laat bent. Ja, check het gewoon. Ja. Baat het niet, dan schaadt het niet. Ja, zeker. Ja. Hoe realistisch je ook in het leven staat, want ik ben ook vrij, voor mijn gevoel wel vrij realistisch. Mm-hmm. Het ontgaat je toch. Je hebt toch al dat idee wat jij net zegt, is dat het jou niet overkomt. Ja. Totdat het je wel overkomt. Ja. Ja, ja. Nee, ja, precies. Ja. Ja. En hoe gaat je dochter er nu mee om? Is ze oké? Okay? Ja. Is het, merk je iets aan haar? Ik denk dat ze zich aan mij aanpast. Ja. Ze ziet mama, die doet haar ding. Muziek staat aan, mama aan het dansen, zingen in de auto. Dat is mama. Mama is altijd vrolijk. Ja. Maar ik denk hoe meer mama achteruit gaat, dat het voor haar ook moeilijker wordt. Ja. Ze zit net in de brugklas. Doet hartstikke goed haar best. En dat gaat gelukkig hartstikke goed. En dat is weer een zorg minder voor mij. En dus daar ben ik hartstikke blij om. Mm-hmm. Maar ik zeg ook tegen haar van, het gaat nog zwaarder worden voor ons, lieverd. En, maar ik probeer haar gewoon wel op haar tempo erin mee te laten gaan. Ja. Want het wordt voor haar pas echt zichtbaar op het moment dat je ineens ziet je moeder geen haar meer heeft. Mm-hmm. Of dat je moeder de hele dag in bed ligt. Mm-hmm. Dan gaat het bij haar pas echt, denk ik, binnenkomen. Ja. En we zijn met z'n tweetjes in huis. Dus nu komen er heel veel vriendinnen of familie die komen dan helpen en doen. Ik wil ook niet dat zij dadelijk een moederrol gaat overnemen naar mij toe. Dat is niet de bedoeling. Dus ik probeer haar wel zoveel mogelijk daarin te ontzien. Natuurlijk moet ze wel een beetje helpen met dingetjes en zo. Mm-hmm. Gezien de leeftijd ook. Maar ik wil wel dat ze gewoon lekker puber kan zijn. Ja. En lekker kan genieten van haar. Ze heeft al heel veel door de coronatijd ook al heel veel moeten missen. Ja, van groep 8, eind groep 8, begin van de brugklas. Dit hoeft ze niet ook nog eens erbij. Ja. Hoe gek het misschien is, maar ik krijg zoveel energie van je. Ja. Oh, dank je. Want ik zie gewoon dat je inderdaad zo positief in het leven staat en ook hiermee omgaat. Mm-hmm. Ja. Dat is alleen maar een applaus waard voor jou. Echt waar. Ja. En je straalt ook gewoon. Ja, je bent prachtig. Gewoon, misschien dank door de zwangerschap en zo met die extra. Dank je. Ja, zeker. Ja. Nee, ziekte is voor iedereen. Het gaat niet langs je heen. Je moet gewoon net pech hebben. Mm-hmm. En ik noem het misschien wel pech. Maar misschien is het ook...
ik hoop dat dit een mooie transformatie wordt voor mij. Ja. Dat ik gewoon het beste van mezelf hierna uit mezelf kan halen. Ja. Want ik denk dat er, ik kan best koppig zijn en star in dingen die ik doe op een bepaalde manier. En ik denk, God heeft hier een plan mee. Er is gewoon een reden waarom dit op deze manier gaat. En ik geloof er wel in dat ik hier alleen maar sterker uitkom. Ik geloof dat ook. Ja, ja man. Ja. Ja. Cheers to that. Ja. Ja, zo. Nou, ik denk dat we met deze mooie woorden moeten af gaan sluiten. Zeker. Ja. Dankjewel dat je je verhaal wilde vertellen. Graag gedaan. En ik wil nog wat zeggen. Want namens Her Majesty Hair Solutions krijg je een mooie pruik gesponsord. Oh, leuk. Ja, dus die mag je zelf uitkiezen naar wens helemaal. Ja. En wij gaan je bijstaan. Oh, lief. Dat krijg je van ons. En wij gaan samen je haar kaal scheren. Ja. En dan krijg jij een mooie nieuwe pruik naar wens. Dankjewel. En dan cheers op een nieuwe start. Ja. Zeker weten. Yes. En als er wat is... Yes. Bel altijd bij ons aan, oké? Ja, kan altijd. Cheers. Alsjeblieft. Nou, dit was de room voor vandaag. Het was een best wel een heftige, pittige verhaal. Ja. Maar ik ben super blij dat je er was. Dank je wel nogmaals. Bedankt voor het kijken. Like en subscribe. En heb jij misschien een bijzondere verhaal dat je ook zou willen delen met ons? Laat het ons weten. En tot de volgende keer. Bye. Doei.